Hier is hij, het is niet Lee Towers, maar wel de wanhopige tenor, Dolph Brouwers. Of wou je wou al meteen gaan zingen, begrijp ik? Ik wou tegen u zeggen, zegt u het mij. Wat zal het wezen? Nu zult u misschien zeggen, waar begint hij mee? Wel nu, dat is de nieuwe titel van mijn carnavalslied. Pret wel. Oh, leuk is dat, leuk is dat. Dit maar even tussendoor als aardigheidje. Tolf, dat zeg je nu wel, maar ik heb je de laatste tijd vooral, behalve dan in die VPRO-serie Op zoek naar Yolanda, leren kennen als parlementair verslaggever bij de VARA-radio. Ja, dat is een van mijn kwaliteiten. Oh. Ja. Vertel je, en ik hoor... En nou nu om de anderen nu te ontdekken en ze zo dunnedanig te betitelen dat de wereld zegt, is hij dat ook? Ook? Ja. Ook. Doet u maar. Vertel eens, Dolph. Heb jij... we mogen toch tutoyeren, hè? Ja, mevrouw, wat zegt u? Was zo aardig om... Ja, maar je houdt je er niet aan, Jan. Ja, je zegt steeds beetje... van gasten. Oké, dan zeg ik, nou, Josephine, dat is Dolph. Anders krijg je weer een boete, maar nu van mij en niet van Brinkman. Kennen jullie elkaar? Nu, ik heb mevrouw nog nooit ontmoet. Waarom? We hebben elkaar toch boven. Jawel, mevrouw, maar ik heb u altijd geweldig bewonderd. Dank u. En gelooft u mij, er is geen woord bij dat u zich voelt... bedonderd. Dat rijmde. Ja. Aardigheidje, weet je wel. Zeg, zo is wel even genoeg. Kunnen we even ter zake komen? Ga nu door, doe maar. Ik wil graag van je als parlementair verslaggever. Ja, bel jij met politici, met ministers? Ik spreek regelmatig met ministers. Ik heb wat papieren meegebracht, want uiteindelijk... ik heb dan de naam dat ik het allemaal af moet lezen. Nee, maar vertel dat eens, is een grapje. Wie had je aan nou, de ik lijn heb de laatste nou, tijd? Nou, met Den Uyl ga ik om als vrienden. Ja? Jawel. En Lubbers. En Lubbers. Wat had u daar tegen? Nee, toch niet, zei mevrouw. Tegen Den Uyl? Nee, nee, heel fijn. Nee. Dat is een hartstikke fijne man, hoor. Ja, dat kan ook. Want het is ook een beetje oudere man en daar voel ik me thuis mee. Maar als we ons even naar de jongere garde nou, richten. Laten we dat toch... Lubbers, heb je die wel eens aan de lijn gehad? Ik heb hem wel aan de lijn gehad, maar hij gaf helaas geen antwoord. En daar heeft hij spijt van, dat heb ik achteraf gemerkt. Want anders kon ik er nu iets over zeggen. Begrijpt u wel? En Brinkman, heb je die wel eens aan de lijn gehad? Brinkman, die zou ik graag aan de lijn willen hebben. Oké. Okay. Ja. Aan de lijn houden? Nou, nee hoor. Nee? Nee, gewoon maar leuk met hem spreken, dat lijkt me fantastisch leuk. Is een aardige man, denk u? Het lijkt mij, ja, jawel. Ja. Dolle, vertel eens, denk jij dat dit kabinet het jaar 86 haalt? Welk kabinet bedoelt kabinet Lubbers. Ja, maar ze weten niet of dat kabinet dat er nu is, of dat 86, dat is van dit jaar misschien al aan. Drie punten voor Den Haag. Ja, nee, dat... Maar ik zou nog even zeggen, Harry van den Berg, dat is een van de mensen die wij... PvdA-raad. Ja, is hij van de PvdA? Ja, die is ook van de PvdA. Ja. Hele fijne man, prachtig Tweede gepakt, Kamer. Gepoetste schoenen altijd. En ja? Ja, en een lekker lief snorretje, een aardige man. Ja? Ja. Nu we het toch over hebben, zo'n snor, hè? Ja. Heb jij je hele leven al dat prettige snorretje gehad? Mijn hele leven. Nou ja... En ik werd net al wat oudere man betiteld. Ja. Mijn snor heb ik al vanaf de tijd. Ja, toen mijn haren begonnen te groeien. Mijn ritsje staat dat open zo. Aardigheidje. Over snorretje gesproken. Vindt u leuk, hè? Ja, ik al, dat dacht ik al. Ja. Ja. Jij hebt een merkwaardige carrière gemaakt, hè? Zou je kunnen zeggen, ja. Je bent vroeger nog kapper geweest. Daarvoor, hoor. Ik ben eerst timmerman geweest. Eerst timmerman geweest? Ja, en dat weet ik nog. En kapper? Ja. En kapper, dat weet je? En kapper ook, weet ik allemaal nog. Daar ben ik reuze trots op. Ik heb zelfs de vader van Wim Kan geknipt. Jawel. De minister. De meneer was een minister, ja. Jawel. Die kwam gewoon bij jou? Ja, op zijn fietsje. Jij werkte in een kapperszaak? Ik werkte in een kapperszaak in de Zeestraat in Den Haag. En dan kwam die binnen? Fietsje bleef buiten staan. Mm. En dan kwam ik binnen en dan knipte ik hem. En zei ook, goedemorgen, excellentie. Dat lag mij wel, echt zo... Een beleefd ventje. Ben ik nog eigenlijk. Ik ben nog een beleefd mannetje. En ik heb ook eens gehoord dat je couperus hebt geknipt. Ja, inderdaad. Ik kwam ook in de zaak.
Die, die moest natuurlijk een hele fijne coupe hebben. Hè? Dat was een, misschien mag ik. En ik wil wel zeggen dat ik echt de enige ben. Misschien moet je zeggen enigste, dat weet ik niet, dat weet mevrouw beter. Ik ben in de Nederlandse taal een zeer eenvoudig mens. Ik ook hoor. Toch ook al, hè? Ja, dat dacht ik al. En had ik niet moeten vragen eigenlijk. Maar ik weet zelfs, en dat is een unicum, dat Louis Couperus in onze zaak kwam. En die heeft voor ons speciaal gemaakt, want die zaak die heette Vigo. Vigo. En het heeft hij voor ons speciaal gemaakt. Des Vigo's fluwelen zwaard, dat zacht en strelend langs mijn wangen gaat. Dat is een unicum, dat is... Prachtig. Ja, dus je hebt echt waarschijnlijk de enige kapperszaak met een literair motto. Jawel, echt waar. Toch? Ja, echt waar. En prins Hendrik kwam ook bij jullie? Prins Hendrik kwam ook regelmatig het sikje bijwerken. Ja hoor. Ah, heel goed. Je hebt trouwens een fijne couleur lokaal opgedaan, ik heb die heb ik van mezelf. Van jezelf? Ja. Oh, ik meende dat na het bezoek aan Spanje dan natuurlijk. Oh ja. Maar hij is niet, hij is van mij nu. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat moet u even door hebben. Ja, nee, dat begrijp ik. Oh. Dat begrijp ik. Nee, want anders dan, zit ik ermee. Maar jij gaat elk jaar naar Torremolinos om te overwinteren? Nee, hoe kom je nou aan Torremolinos? Ja, ik weet het niet. Het is Benidorm. Oh. Nog leuker. En ik heb daar de radio ook verzorgd van Radio Benidorm. Twee maanden lang. Ja. Had je daar een programma? Een programma. Elke dag hoorde je mijn stem. Vermaakt u hier in Benidorm? Dat is toch enorm? Ja, dat is goed. Het wordt steeds meer gebruikt dat de mensen die wat ouder zijn in verre landen gaan overwinteren, hè? Ja, inderdaad. Ze hebben een hele Nederlandse kolonie daar. Ja, ik had er alleen iets tegen. Het waren allemaal wat oudere mensen. En dat vond ik een bezwaar. Er waren mensen van zeker wel een leeftijd van een jaar of 65 en dat vond ik te oud allemaal. Hoe oud ben jij dan? Ja, hoor eens even. Dat heeft er niets mee te maken dat ik 72 ben. Dat maakt niets uit. Je bent altijd nog jong gebleven. Ik ben jong van hart. En de rest... Nou ja, laten we het daar maar niet over. Ik vraag me wel eens af, Dolf. Waar ben je wel benieuwd naar wat jij je afvraagt. Dank je. Waar begint chef Van Oekel en waar houdt Dolf Brouwers op? Dat vind ik een fantastische goede vraag. Dan kunnen we naar de volgende gaan. Als ik de stoep op ga en ik ga mijn huis binnen, ben ik echt wel Dolf. Ja, dan ben ik echt dom. Dan ben ik een zeer rustig mens en zo hoort het ook. Want mijn vrouw kan ik dat natuurlijk niet aandoen elke dag. Hoewel, tegen een fikse vergoeding is ook weer mee. Uiteindelijk wil mijn vrouw ook graag naar Spanje. Zo is het toch, mevrouw? Ja. U is toch ook een vrouw? U heeft toch ook gevoelens? Ja, neem ik aan. Ja, wat heet? Oh, was dat zo good? Het is toch een hele charmante man. Ja, ik ben heel charmant. Jawel. En daar bloeide iets wonder op schoons op, hè? Nou ja. Kijk eens rond. Maar ik bedoel, dat kan iets. Ja, inderdaad. Vertel eens. Het is nu begin januari. We mogen allemaal blij zijn dat die depressieve decembermaand achter ons ligt, hè? Of heeft u, hebben jullie wel genoten met de kerst en met oud en nieuw? Ik vind december depressief. Ja, nee hoor. Maar neem me niet kwalijk. Ik dacht even dat ik op de beurt. Maar geeft niet zo'n bouw. Die maakt me terug. Nou, je ziet al, meneer Brouw, dat het helemaal niet lukt. Zegt u maar Dolf. Dolf, het lukt niet tussen ons. Want jij vindt december vervelend en ik vind december fijn. Mevrouw, luistert eens. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik het vervelend vond. Zover was ik nog niet. Maar ik wilde het wel zeggen. Ik moet maar niet de brood uit mijn mond gaan zitten. Zeg, Mr. Wise Guy, zou u zo goed willen zijn Josephine even te laten uitpraten? Dat vind ik ook. Kerst en nieuw, dat is voor jou wel een ik vind december een heerlijke maand, ja. Ik weet niet waarom. Het is een maand die mij rust geeft. Ik leef... Ja, nou lachen ze. Waarom nou? Nee, ze lachen. Ik zou het u zeggen, ze lachen omdat hij zo handig is om uw shot mijn scène te versteren. Ja. Nee. Een oude toneeltruc toch, hè? Ja, een oude toneeltrucs. Maar de camera is nu op mij, denk ik. Ik weet het niet. Maar goed, hoe dan ook. Ik vind december een heerlijke maand, omdat het... je leeft. Nee, gaat u maar door. Hoeveel moet ik betalen dat je even ophoudt?
Mevrouw, u heeft al betaald. Kijk, dat weet ik niet meer. We kunnen het over kerst en nieuwjaar hebben. Maar ik vind het veel leuker om even van u te horen. Ja. Even ja, van jou, u. Hè, om te horen van humor. Hè, ja, heerlijk. Hè? Waar moeten jullie nou om lachen? Behalve dan om... ik moet lachen om het feit dat Henk Molenberg mij opbelde na afloop van de jachtjes. En toen hadden we het erover dat iedereen zo snot verkouden was. En bronchitis had tijdens die uitzending. En toen zei hij tegen me, kan jij je nog herinneren dat je de hele tijd met grote pakken watten in je neus liep? Ik zeg, wat zeg je nou? Zegt hij, ja. En als je dan op moet, dan haalde je de watten eruit, want het stroomde als een Niagara waterval. En inderdaad, achter op een tafeltje lagen allemaal proppen watten om dan weer in die neus te stoppen. En daar heb ik zo vreselijk om moeten lachen. En daar ben ik het jaar mee uitgegaan met die lach, ook enig. Oh, maar nu hebt u er geen last meer van, nee, hè? Nee, goed. Ik heb de watten thuis gelaten voor u. Bon. En Dolf? U moet met mij niet beginnen over humor. Ik vind de humor een soort tragiek van de mens. Kijk. Ik zie het zo. Mijn god, nog een toe, waar ben ik dan gebleven? Ik zie het dus zo dat de tragiek is een feit, omdat de mens als zodanig. God, nog een toe. Oké. Okay. Ja, humor, waar wat ben is ik, dat soort ben vraag? Ik begonnen? Ja, ja. Humor is, ja, maar... wat ik zei, was eigenlijk geen humor. Ja, nee. Maar humor is, waarom lacht man? Weil es zum Weinen niet meer reicht. Ach zo! Ja, wonderbaar. Goed. Nee. Lach je? Ja, waarom? Waarom lach je soms? En waarom ben je? Omdat er soms geen... omdat je soms geen traan... Waarom lach je? Omdat je geen tranen genoeg hebt om te huilen. Dat is een soort van hele bittere humor. En er zijn mensen die soms lachen, terwijl ze in een zekere humor brengen. Kijk maar naar de Joden. Dat bedoel ik eigenlijk. Die een fantastische humor hebben. Hè? Ja. Waar wij niet aan kunnen tippen, als niet Joden. En dat is voor mij, ja, humor. Ja. Dat heeft een achtergrond, die humor. Goed, dan stel ik voor dat we even gaan kijken wie onze volgende gast is. Want wellicht kan zij daar ook een boekje over doen. Dat denk ik. Adam, ja. Wie is onze volgende gast? Onze derde gast kent u van het andere net. Maar reeds in de moederbuik koos zij voor het cabaret. Zij studeerde Nederlands en Frans. Maar greep zodra zij kon haar kans op een carrière vol zang en dans. Want op de planken is zij heel wat mans. De zachte B van Breda ruilde zij in voor de harde A, van ambitie. En haar leven is dan ook één grote generale repetitie. Ach, wie zou zich niet gaarne een weinig met haar verpozen? Hier is Adelheid, roep maar Roetje, Rozen. Oké. Nou, je pakt dan meteen een flesje, zie ik, hè? Je bent bij de hand. Dat werd me ingefluisterd. Oké. Ja, natuurlijk, Roetje. Ik zeg al Roetje ook, hè? Dat is een beetje indiscreet. Je heet Adelheid. Hartelijk dank. Wat op zich een deftige naam is natuurlijk. Ja, vind ik ook. Ja, hoe kom je aan die naam Adelheid? Nou, Adelheid, die heb ik gewoon gekregen van mijn ouders. En Roetje heb ik gekregen omdat ik, van mijn vader. Omdat ik toen ik geboren werd, toen ik was 2 weken laat. En toen had ik allemaal zwarte haar, een beetje blauw-zwart. En toen zei mijn vader tegen de zuster in het ziekenhuis, die lag in zo'n bedje, weet je, allemaal die kindjes op de zaal. En toen zei mijn vader, nee, dat zwartje, dat Roetje, die is van mij. Nou, en toen werd ik zo gehaald en toen zei mijn vader dat Roetje. En sindsdien noemt iedereen jou Roetje, hè? Want je bent in het tandere net van de TOS. Daar heb jij je tv-debuut gemaakt, hè? Ja. Dat zie ik goed, hè? Ja, ik zou niks anders weten. Want je bent cabaretteuse van beroep, hè? Nou, eigenlijk niet. Ik heb de Academie voor Expressie gedaan in Utrecht. Ik neem even een slokje. Ja, natuurlijk. Op jouw gezondheid drinken we dan graag even. Ja, nou. Ik heb de Academie voor Expressie gedaan in Utrecht. En dat is een docent dramatische vorming opleiding. En binnen die opleiding heb je allemaal verschillende, maar dit is een lange verhaal. Allemaal aparte afdelingetjes. En daarin heb ik vormingstheater gekozen. En daar heb ik eerst nog les gegeven. En toen heb ik nog een jaar dansacademie gedaan. En toen werd ik gevraagd voor Purper. En dan... Purper is een cabaret. Ja, hè? Waar jij met een stel jongelui... pleegt. Nee, helemaal niet. Pardon? Niet een stel jongelui. Vertel eens even dan. Nee, wij hebben altijd een soort etiket van een groep, een studentengroep of een stel jongelui. Dat ik denk, nee,
Daar ben ik altijd heel fel op. Denk, nee, wij zijn allemaal begonnen. We hebben heel bewust die keuze gemaakt om Purper te gaan doen. En het is niet ontstaan uit flauwekul of we doen maar even wat. Maar, ja, we hebben allemaal van die rockkostuums aan. Dus dat heeft iets heel studentico's. En we hebben ook wel allemaal in het studentenmilieu gezeten. Dus maar, het was toch de bedoeling eigenlijk dat jij lerares Frans of Nederlands zou worden? Had ik begrepen? Ja, oh god, ja. En dat is niet door? Nee, nee, ik ben zo, ja, dat wilde mijn moeder heel graag. En, maar ik ben zo... Oh, ik werd eerst uitgeloot voor die academie. En dat mocht niet van mijn moeder. Want mijn moeder had iets van eerst een vak en dan vreubelen. Mijn moeder heeft zelf Frans gedaan. Is ze niet afgemaakt. Dus... moest ik het afmaken. Mm-hmm. En toen kwam ik in Utrecht en toen kwam ik echt op mijn fietsje, reed de hele dag door de stad en dan zag ik die leuke academie en dan zag ik die vreselijke school waar ik heen moest en dan werd ik alleen maar sipper en depressiever en naarder en toen op een gegeven moment toen ben ik aangenomen. Bonbon. Nou, en tot ons genoegen ook, want Nico Scheepmaker die heeft ja, jou al... Ja, dat heb ik helemaal niet gelezen. Waar stond dat? Ja, ergens in een blad. Dat heb ik ook niet... heb ik ook niet gelezen. Maar, wat leuk van die man. Die noemen jou de tv-ontdekking van 84. Oh, jeetje. En je bent ook een stuk leuker dan Yvonnie en Ron Brands deden samen, toch? Oh. Oh, wat vals. Dat vind ik ook. Maar luister eens, vertel nou eens. Dat is ook vals. Want je bent dus op het andere net heette het programma, hè? Dat was een... zogenaamd komisch bedoeld programma van Yvonnie, Brandstede en van jou. Ja, schrijf ook klappen, makkelijk. Nee, maar vertel jij dan eens wat dan het leuke is van Yvonnie. Ja, ik ook. Oh ja, om haar en nou en nog. Ja, nee, maar het is ook, ik bedoel, het is in die opzet ook. Is het ook, ik noem het ook altijd gewoon mislukt, maar dat vind ik ook wel lekker. Want dan denk ik, ja, ik ben gewoon bezig met, ik bedoel, ik ben 26 jaar en men probeert eens wat in het leven. Tuurlijk. Nou, en zo rol je van het een en het ander en dan doe ik dit en dan doe ik weer eens dat. En denk ik, nou, dit gaat goed en dit gaat niet goed. Mm. En we komen in het voorjaar in mei terug met 5 nieuwe uitzendingen. Ja. En nou, dan probeer ik het weer beter te doen. Ja, goed. Moet luisteren, maar jij gaat natuurlijk, al die jongelui gebruik je natuurlijk alleen maar om zo snel mogelijk solo te kunnen gaan. Wie jongelui? Ron Ivo, de heren van Purper. Nee hoor, nee. Dat stond ook in een of ander blad. Gaat Adelheid Roos van haar vrienden verlaten of zoiets. Omdat ik daar met een soort een van een rollenverhaal. Rollen. Je dat hoor. Dus vind ik af en toe ook wel leuk. En dat was een heel lang verhaal over dat ik weg zou gaan omdat ik solo wilde. Ik denk, nou, ik weet het niet, het komt meer en dat ontdek ik ook, dat vind ik ook heel ingewikkeld. Er komen steeds allemaal dingen op je af, omdat ik ben nog best jong. En ik ben op een dag gewoon ergens ingerold. Of ik bedoel, ik dacht, ik wil dat, of ik wil zus. Of, en dan kom ik s'avonds thuis en denk ik, ging in mijn fout en dan wil ik dit weer. En dan, zo stel je als mijn dingen bij. Maar ik heb niet echt een heel erg duidelijk geformuleerd doel voor ogen. Van die kant moet ik op. Dan denk ik, oh, moet ik deze kant op? Oh, moet ik die kant op? Oh, nou, dan doe ik maar weer eens die kant. Oh, het is niet dat je denkt van, ik wil over 5 jaar zijn wat Tracy Ullman nou is. Nee, ik heb alleen... De Goldie Hawn van de Lage Landen. Dat heb je niet? Nee, ik heb alleen wel, maar dat is precies het probleem. Je hebt een soort effect van, ik heb altijd zo'n beeld van, hier sta ik en hier is een bal. En dat rolt allemaal voor je uit. En dan denk je, oh, hij moet die kant opgeschopt of die kant opgeschopt. Oh. En dan... Ja, mag ik eventjes? Ja, nee, vraag jij, ja. Kunt u ophouden steeds met de schoen van uw punt? U ziet steeds in mijn broek. Ik zit toch u ook niet in uw broek. Josephine, jij zei gaat wat? Gaat u ver. Oh. Ik wil mijn verhaal afmaken. Ja, maak af. Ik wil even zeggen, want ik praat toch al zo chaotisch. Ik wil alleen even zeggen dat er dan door de omgeving iets op je afkomt. Ik doe mijn benen niet op mijn benen. Ik vind het wel lekker. Ja, dat er door de omgeving dingen op je afkomen. En daardoor ga je ineens afvragen wat je bent of wat je moet doen. Of wie je moet zijn. Het liefst natuurlijk mezelf. Maar een beetje plannen is toch nooit weg? Ja, ik doe het altijd zo een beetje intuïtief. Laten we het even vragen aan Josephine. Want die heeft per slot van rekening een carrière al van een respectabel aantal jaren. Geef haar eens een goede raad. Wat moet zij doen? Dat kan ik niet. Ik ben zij is cabaretière. En cabaretière, ik geloof dat daar... Nee hoor, ben ik niet. Wat ben je dan? Nee, dat is weer zo de pest. Wat ben je dan? Dat ben ik niet. Dat weet ik niet wat ik ben. Dat wil ik ook nog helemaal niet bepalen. Ik wil morgen ook een... Je wil lekker bezig zijn. Ja, en ik wil... Nou, mensen, doe dat dan toch? Ja. Ja, dat doe ik toch? Dat is ontzettend belangrijk voor jonge mensen om dat te doen, vind ik. Ik wil gewoon je niet laten dwingen in een keurslijf.
Nou ja, nou, als je misschien dat tenminste kan permitteren. Ik heb er net een aan. Ja, hij is een beetje te groot, die dingen. Ja, die is te groot of die anderen zijn te klein. In het nieuwe jaar. O ja, nog allemaal een gelukkig 1986. Nee. Is een schuimsmachine. Is dat zo? Ja, geloof ik. Vertel eens even, Roetje. Roetje, als keurig Rooms-Katholiek meisje was je natuurlijk met kerstmis bij je moeder, hè? Nee, oh, mijn moeder vond het heel erg, maar ik was er niet. Oh god, heb je toch met je moeder ook? Ja, ik heb allemaal moeilijkheden. En weet je wat ik ook zo moeite mee? U lijkt zo op mijn moeder. Oh, vreselijk. Oh, dat is uit een stuk. Oh nee. Ja. Oh, vertel eens even, ja? Dit is uitgekort, niet. U lijkt zo op me. Aha. Een stuk van die regisserie, wat krijg ik nu voor een zin, jongen? Ja, echt? Nee, het is echt waar. Ja, maar het is waar. Ze heeft het boven gezegd. Ze zegt, is het niet alles ze zag ja. En toen zei zij... Moeder! Ze luisteren even voordat het te leuk wordt. Even het volgende. Kan niet achter. Jij hebt ook een van de nummers die jij zingt. Hè? En dat vond ik wel dat heel angstaanjagend ontroerend. Was, ik wou dat mijn moeder eens naar me kwam kijken. Ja. Dat ik, oh jee, oh jee, oh jee. Ja, oh jee. Maar ik vind, weet je wat ik ook heel ingewikkeld vind? Dat ik dit nou zit te vertellen, als zij dat ziet. Dat vind ik ook heel, want dat is, heb ik zoiets van, oh, dat is misschien ook heel kwetsend. Maar is ze wel bij je komen kijken dan wel? Ja, ze is op de première geweest. Of, hoe was dat? Dat was heel leuk, want ik had, of dat vond ik, dat was een heel leuk beeld kwam er toen in mijn hoofd. En dat, toen ik nog klein was, toen ik een jaar of 3, 4 was, toen zat mijn moeder had zo'n oude fiets, weet je, een hele grote ouderwetse fiets met zo'n standaard die je er zo onder zet, zodat die fiets zo rechtop blijft staan. Ken je die? Weet je wel, zo, dat, niet met zo'n zijpootje, maar die rechte. Ja. Nou, en er zitten van die rode, er zit zo'n stoeltje achterop met zo'n ding wat dan zo over je voor je gaat. En dan zo'n rood zitje. Ken je zo'n zitje? Nou, en dan zat ik altijd in. En zei mijn moeder, ik denk dat mijn moeder altijd heel veel moeite heeft gehad ik was altijd een heel wild kind. En dat ze dat gewoon heel, nou gewoon, daar is de moeilijkheid denk ik wel begonnen. Dat ze het gewoon niet goed kon hanteren of zo. En dan zit mijn moeder maar in dat stoeltje. En dan deed ze die klep zo erom. En dan zei ze, ik ben even boodschap doen. Rots! En dan ging ze de winkel in. En dan zat ik in dat stoeltje. En dan kon je helemaal niet bewegen. Ik bedoel, je kon niet, want als je bewoog, dan viel die fiets om. Want die stond alleen maar op dat houdertje. Nee, maar dat was heel mooi. Ja, want nee. Neem me nou even een 2,5 jaar. En toen kwam en dus was ik op de première. En dat was in Haarlem in de Schouwburg. En het is een zaal, een zaal met een balkon met zo'n witte rand. En allemaal van zo'n rood pluche, weet je wel. Zo'n rode pluche stoeltjes en zo'n rood. En zo'n witte rand. En toen stond ik op het podium. En toen ging het licht aan. En ik werd in één keer, ik werd zo rustig. Ik ben van mijn ouders meestal heel nerveus. Dan denk je, oh, mijn ouders. En dan moet je eens wat bewijzen. Maar en toen werd heel rustig. En toen kwam er een soort raar fantasiebeeld in mijn hoofd. Alsof zij nu, alsof die leuning van dat theater, dat balkon, als een soort stoeltje was. En zij zat op rij 1, zo achter dat stoeltje. En ik stond op het podium. En ik liep gewoon naar links en rechts. En die spot volgde mij. En ik voelde me ineens alsof ik zei, even een boodschap doen. Weet je? Oh ja, nee, maar het schiet mij ineens te binnen, Josephine, dat... Kijk, zij heeft iets speciaals met haar moeder. Jij hebt volgens mij eens een keer gezegd, jij lijkt ook erg qua profiel op jouw vader. Ja. Eén profiel, één ziel. Nee. Nee, het lijkt erop. Mijn vader nam afscheid en toen is er een foto gemaakt en die kwam dus in mijn handen. En dan kijken we elkaar aan op een heel bijzondere manier op dat afscheid in de stad Schouwburg als acteur. En toen heeft hij daaronder geschreven, 2 gelijke zielen... 2 gelijke profielen. En dat is ook zo. Ik merk toen ik nu naar de Jantjes keek, die nadrukkelijk denk, het is waarachtig of ik naar mijn vader zit te kijken. Mm. Dat profiel. Dus dat heb is jij zo. Ook altijd meer van je vader dan van je moeder gehouden? Anders. Ja, anders. Die kennen we. Nee, hoe zit dat precies? Nee, ik bedoel, is het altijd zo dat mijn vader was acteur, mijn moeder zangeres. Mijn moeder heeft gezocht in het leven. Die heeft vele facetten van het politieke leven gevolgd. En daar zijn wij ook zeer mee
geïndoctrineerd in onze jeugd. Wat toch ook goed is geweest. We hebben een enorme geestelijke bagage meegekregen van deze beide mensen. Maar met mijn vader, die acteur was, had ik dus een zeer speciale band. En ja, die band die is bij zijn heen gaan, weggegaan. En dat is nooit meer, is er iets of iemand geweest. Dolf, mag ik jou wat vragen? Jij hebt twee dochters. Ja. En die hebben ook kinderen, denk ik. Die hebben één kind. Oh, en die dochters... Oh ja. Nou ja, dat wordt wel ingewikkeld, ja, maar... Ja, dat vind ik ook. Nee, maar luister eens, die dochters van jou die zeggen nooit... Moet papa weer zo raar doen? Ten eerste zouden mijn kinderen, al zouden ze het willen zeggen... nooit zeggen papa raar doen, want zij vinden namelijk niet dat papa raar doet. Hoe u aan dat idee komt, is mij een raad. Want u moet nooit vergeten... U moet niet vergeten dat ze naar uw programma ook kijken, begrijpt u wel? Maar wat wou u eigenlijk weten? Kijk, jij hebt twee dochters, hè? Ja, dat heb ik net nou al zo, jaren gezegd. Dat dochters iets speciaals met hun vader hebben, meer dan met de moeder? Nou ja, dat dacht ik wel. En dat is vrij eenvoudig. Nee, dat is helemaal zo eenvoudig. Nee, dat zeg ik nu wel. Nee, dat is helemaal niet. Nee, want het is namelijk zo. Meisjes zijn namelijk heel anders. Ja, heel anders. Hun structuur is anders. En ik neem aan, andere dingen ook totaal anders. Hoewel ik dat langzamerhand vergeten ben. Want heel lang geleden... Kunnen we even to the point komen? Ja, dat vind ik ook. Dat is heel fijn. Dank je wel. Ja, nee, ga even door. Ja, en dan moet ik echt zeggen dat mijn kinderen zijn zeer trots op mij. Jawel. Nou, dat vind ik leuk. En je ouders zijn trots op jou. Ik geloof dat het waar is dat hij zegt dat de band tussen een moeder en een zoon... sterk is en een band tussen een vader en een dochter. Ja. Dat is zijn twee totaal. Dat heb ik in mijn leven ook gemerkt. Dat is heel fijn. Goed, mag ik dan tot slot, tenzij er nog iets is wat jullie per se even kwijt moeten en wat ik in mijn vlugheid wat vergeten ben. Wil jij nog iets kwijt, Adelheid? Nee? Iets kwijt? Nou ja, ik wil... Ik wil niks kwijt. Nee, ik moet alleen wat bij. Maar daar begin ik niet aan. Jawel, nou het kan altijd nog leuker worden. Hè? Ja. We zitten nu aan het begin van 85. Wie is voor jullie de grootste oliebol van 84? Josephine. Van Ardennen. Van Ardennen. Moet u met mij niet mee beginnen? Ik vind niemand een oliebol. Want dan als ze een oliebol zijn, dan zijn ze zo. Dan kunnen die mensen ook niks doen. Adelheid, wie is voor jou de oliebol van 84? Oh. Nee, ik kan niet. Ik ben truttig genuanceerd, maar dat kan ik niet. Dan ga ik nu de tweede vraag stellen, ook in het kader van de jaarwisseling. Jij bent een Siamese tweeling. Aan wie zou je waar het liefst vastzitten? Ja, aan wie? Aan Gerard Tolen zou ik wel vast willen zitten. Oh ja, en waar? Ja, oh, dan moet waar in... Amsterdam? Ik weet niet. Oh ja, nee, ik bedoel het meer fysiek dan geografisch. Ah! Aan zijn hand. Aan zijn hand, dat is lief. En Dolf, aan wie zou jij vast willen zitten? Ja, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Het is namelijk zo, ik ben al 50 jaar getrouwd, begrijpt u dat? En het is hartstikke fijn en daar ben ik heel gelukkig mee. Maar ik zou nu ook wel eens even los willen lopen. En me daar weer aan iemand vasthechten. Nee, dank u. Nou, dat is een liefdesverklaring. Dat is heel leuk. Dat is heel leuk. En Josephine, aan wie zou jij vast willen zitten? Ik heb geen speciale keuze, maar ik zou het liefst willen vastzitten aan die mensen die van mij houden. Aha, dat is in het algemeen idee. Dan ga ik nu met jou de laatste vraag beginnen. Als welk dier, stel dat reïncarnatie bestaat, als welk dier zou jij terug willen komen? Dat weet ik niet, want ik weet sowieso al dat ik in de dierenhemel kom. Oh ja? Ja, ja, dat weet ik. Oh, die is naast de mensenhemel, mag ik aan. Ja, de mensenhemel. Ik heb geen zin om al die acteurs boven te ontmoeten. Dat vind ik vervelend. Ah, heel goed. Dolf? Maar als dier zou ik het liefst terugkomen als... als poes, geloof ik. Als kat, ja. De kat van ome Willem is op reis geweest. Ja, ja? Heel goed. Parijs. Ja. Ja, Dolf? Als dier terug? Als welk dier? Dan zou ik het liefst terug willen komen als een duif. Ah, dank u wel. En Adelheid, mag ik nog even? Ik wilde even zeggen waarom. Omdat ik een duif iets prachtigs vind. Vooral als ze op mijn schoorsteen zitten en ze zitten van... Dan zeg je zo gauw, rot duif donderop. En zo is mijn hele leven geweest. Dan zit ik weer in mijn oude vak. Goed, Adelheid...
Adelheid kent geen tijd. Als welk dier zou jij terug willen komen? Een zwarte hengst. Een zwarte hengst. De Black Stallion. Oh, is dat zo? Ja, dat weet ik heel zeker. Had je altijd al liever een jongen willen zijn? Nou, met afstudeerprogramma op de academie hebben we een programma gedaan. Wat zou je doen als dit de laatste dag van je leven was? Dat is ook een goede vraag, ja. Ja, en toen dacht ik zou eens een keer een man willen zijn. Gewoon even om te... Nou, ik kan alleen maar zeggen dat het mij een dubbel en dwars genoegen was jullie drie hier te ontvangen. Het is een combinatie geweest zoals ik me niet had durven dromen. En ik vond het heel prettig om jullie drie hier te ontvangen. Mijn dank. U heeft al gezien waarschijnlijk wie zo aardig was vandaag de gasten te introduceren. Ben jij familie van Madame Curie? Gelukkig niet. Oh, pardon. hou jij van kip met curry? Kip carrière noem ik het altijd. Kip carrière. Dat is Adam Curry van Countdown en andere programma's van Veronica. Bedankt, Adam, voor de manier waarop je de gasten hebt geïntroduceerd. Graag gedaan. En dames en heren hier en dames en heren thuis. De gasten zijn hier en daar wat uit de bocht gevlogen. Maar u moet maar denken wat Wim Kan al jaren terug heeft gezegd. De beste verpleegster laat wel eens een steek vallen. Dit was Reur. Tot ziens. Tot Reur.